Ik ben Milou van Bolderik en vandaag ben ik op bezoek bij Ron Blauw, chef en eigenaar van sterrenrestaurant Ron Blauw te Amsterdam. Hij kan me vast vertellen hoe je als horecawerknemer je ambities kan waarmaken door jezelf te blijven ontwikkelen. Hoi. Hoi. Nou, ik heb het restaurant Ron Blauw Amsterdam eigenlijk 6 maanden. Hiervoor zat ik in Ouderkerk, ja. Bijna 13 jaar. We zijn net verhuisd. Want waar ik natuurlijk heel benieuwd naar ben, is hoe jij jezelf hebt weten te ontwikkelen tot een horecavakman van dit formaat. Nou ja, vooral gewoon heel veel leren, elke dag leren. Toen ik als jongetje begon, wist ik eigenlijk helemaal niets. Ja, toen ben ik eigenlijk steeds betere bedrijven gaan opzoeken en stage lopen. Nou, echt elk onderdeel van het vak leren, ja. tot een allround kok te worden. Nou, het allerbelangrijkste is dat je gewoon elke dag in jezelf investeert. En jezelf elke dag beter wil maken. En elke dag weer een nieuwe wedstrijd ervan te maken. Waar ik ook ontzettend benieuwd naar ben, is hoe jullie elke dag weer een topprestatie weten te leveren. Hoe krijg je dat voor elkaar? De keuken is belangrijk. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste en vooral in de toekomst de bediening gaat worden. De gastvrijheid en de service. Bijvoorbeeld een sommelier. Ja, oh, fantastisch. Een sommelier is natuurlijk de expert op het gebied van wijn. Ja. En het geeft dat extra cachet aan tafel. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat als sommelier dat je een goede uitleg kunt geven over wijn. En dat je ook eens tegen mensen kan zeggen van je moet deze wijn nemen in plaats van het geëikte. Ja. Om mensen op een ander pad te brengen. Okay. Sommelier is ook een fantastisch vak. Ik ben ontzettend benieuwd hoe je nu eigenlijk sommelier wordt. Wat betekent het nou om sommelier te zijn? Sommelier betekent in eerste instantie natuurlijk alles wat met wijn te maken heeft. Praten we over het verkopen van flessen wijn. Vooral het proeven van heel veel wijn. En daarnaast denk ik wel het belangrijkste het combineren van wijn en eten. Oké, wat interessant zeg. Want wat kun jij iemand aanraden als ik nu een glas wijn... Wat gebeurt er dan? Het ligt er een beetje aan natuurlijk in welke setting je zit. Dus laat ik zeggen, we zitten lekker een aperitiefje te drinken. Dan zou ik een hele andere stijl wijnsfeer dan als je een bepaald gerecht zit te eten en daar eventueel iets bij kan adviseren. Hoe heb jij jezelf weten te ontwikkelen tot sommelier? Nou, ten eerste instantie kan je natuurlijk een opleiding beginnen. Dan begin je vaak algemeen met horeca in totaal. En uiteindelijk merk je wel dat je binnen het vak toch een bepaald specialisme wil doen. Tenminste, dat wilde ik doen. En, ja. Aangezien ik altijd wel een grote fan ben geweest van wijn op zich, ben ik naast het zijn van gastheer op een gegeven moment heb ik besloten om sommelier te worden. Tenminste, in ieder geval zoveel mogelijk met wijn te doen. Ja, en dan is het eigenlijk een kwestie van zoveel mogelijk praktijkervaring opdoen, zoveel mogelijk proeven. En vooral van de mensen die er meer ervaring hebben en meer kennis dan jij, zoveel mogelijk eruit weten te krijgen en dat absorberen en onthouden. Welke dromen heb je nog op ontwikkelingsgebied? Want je hebt al zoveel bereikt, maar blijf jij bezig met jezelf te verbeteren en te ontwikkelen? Ja, tuurlijk. Laat ik eventjes specifiek dat wijngedeelte nemen. Je kan wel bijna alles weten, laat ik het zo zeggen, maar het verandert altijd. Het blijft een bezige wereld en dat op zich zou ik nog wel veel meer specifiek dingen willen leren. Veel meer naar het buitenland gaan, om daar echt de wijnboerderijen af te gaan, om daar echt te gaan proeven. Daarnaast ga je ook ruimer kijken, wat wil ik straks? Het is nu mooi, 24, sommelier in een 2-sterrenzaak. Ja. Wat wil je straks nog meer qua management gaan doen? Wil je straks iets meer een eigen zaak gaan doen? Dat is wel iets wat een droom is uiteindelijk natuurlijk. Dan heb je wel een hele mooie basis als sommelier. Wauw, ik ben onder de indruk. Dennis en Ron hebben nooit stilgezeten in een horecaloopbaan. Ze hebben zich altijd weten te ontwikkelen tot het absolute experts op hun vakgebied. Ron is chef en eigenaar van het 2-sterrenrestaurant Ron Blauw in Amsterdam. Dennis is een expert op het gebied van wijn en topsommelier bij Ron Blauw. Voordat ik het vergeet, volgende week gaan we op bezoek bij iemand die van België houdt, van zingen houdt en ook nog eens biertap in zijn eigen kroeg.